Kijk, door naar binnen te keren en dat soort vragen aan jezelf te stellen, krijg je ontzettend veel helderheid. Maar ook op een bepaalde vorm kan je de energie gebruiken van de maan. Om bijvoorbeeld van nu, om een goed gevoel van harmonie te creëren. En wat is nou harmonie? En de meeste mensen die harmonie denken of aan harmonie voelen, denken, ja, we zijn in harmonie. Er is dus een soort van balans. Ja, dus in harmonie betekent dus niet het een en dan zonder het ander. Dus harmonie is en het licht en het donker. Betekent de storm en de rust. Dat betekent de zon en de nacht. Dat betekent verdriet en pijn en liefde en licht. Dus dat betekent, kan ik ze als geheel, als mens zijnde, ervaren? Durf ik als mens zijnde, als geboren mens, de hele scope van emoties te ervaren? Als wij de hele scope kunnen ervaren van emoties, dan zijn we heel. Dan zijn we compleet. Dan zijn we perfect. We zijn niet heel compleet en perfect als we de ene helft wel willen voelen en de andere helft niet. Dan zijn we niet in harmonie. Dan zijn we in een enorm conflict. Waar we nu ook in leven in deze tijd, wat er is, is er ook harmonie. Waarom is er nu harmonie, hoor ik jezelf afvragen. Met al die mondkappen en al die chaos buiten onszelf, is er toch harmonie. Omdat moeder aarde en de hemel altijd tijd alles in harmonie doen. Alles is altijd in harmonie. Alleen wij mensen kunnen denken dat iets niet in harmonie is. En dan zijn we in conflict. Zijn we afgescheiden van ons hart? Zitten we in ons hoofd? Hebben we conflict? Maar er is harmonie ook in deze tijd. Dus het licht en het donker. In het afgelopen jaar, in 2020, zijn er nog nooit zo ontzettend veel mensen ontwaakt. Zijn er nog nooit zoveel mensen gegroeid in hun bewustzijn. Zijn er nog nooit zoveel vredelievende demonstraties geweest. Zijn er nog nooit in deze tijd, in de afgelopen, de afgelopen 100 jaar, sinds de industrialisatie, is het nog nooit zo ontzettend rustig geweest in luchtverkeer, in de natuur, in de vervuiling, in de stadsvervuiling, in de geluidsvervuiling. Dat is dus de ene scope van het verhaal 2020 COVID. Om de chaos even te benoemen. En de andere kant van de medaille, hè, harmonie, is dus dat er ook nog nooit zo ontzettend veel aandacht is voor mass control, vaccinaties, beklemming, onderdrukking, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van speech. Maar het is dus in balans, want allebei de componenten zijn dus op dit moment enorm sterk aan het groeien. Maar dat is in de natuur een law. Het is een universele wet en het is een natuurlijke wet. Alles in de natuur thrived altijd naar balance, harmonie. Dus mag dan de natuur en de wereld in harmonie alle kleuren beleven? En
wij geven zelf de wereld de bewustzijnsexpansie als we zelf in onszelf de harmonie mogen ervaren. Mag ik zelf ervaren hoe de ene kant is van binnen in mij en de andere kant van binnen in mij ook is? Maakt het de woede en de rauwheid die ik kan ervaren van binnen mij een minder verlicht mens? Volgens mij is dat de polijsting van het licht wat in je zit. Door het te ervaren van de woede bijvoorbeeld en de rauwheid en het verdriet en de pijn en de schuring, is dat de polijsting van jouw licht wat uiteindelijk naar buiten keert. Het is het polijsten. We zitten in een ontzettende fase waarin de wereld klaargepolijst wordt voor meer licht. Maar meer licht kunnen we niet ervaren van binnen als we niet alles doorlopen met z'n allen. Dat betekent dus altijd weer ik en jij en wij. Ik en jij en wij, ik en jij en wij. Daardoor, doordat we die harmonie kunnen ervaren in onszelf en zeggen ja, 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 polijsten we onszelf dus, wordt het licht sterker of krachtiger. Wordt het ook geëxpandeerd en kunnen we uiteindelijk ons plek innemen als een kosmisch bewustzijn. Of als een multidimensionaal wezen, waarin wij in deze tijd waar kunnen nemen wat voor dimensies er nog meer zijn. Dus Marieke zit te praten door de microfoon. Ik hoor haar, ik zie haar. Ik kan haar niet voelen, maar misschien ergens trillen de woorden door. Dat zijn bepaalde dimensies. Maar we kunnen nog meer dimensies in dezelfde tijd waarnemen, waarin we een soort capacity hebben om tot spirituele wasdom te komen.